cinema. Shoot. Nou. Prima. Niks meer aan doen. Ziet er een heel leuk krulletje ervoor. Ga werken, hè. Ben je aan het filmen? Nee. Nee, echt niet. Wat ben je dat nou? Een kaartje. Kaartjes. Awesome. We hebben alles. Yes. Jumanji. Jumanji. En een real 3D-bril. Ik weet niet of jullie eerst de film kennen van Jumanji. Maar dat was Robin Williams. Robin Williams. Die was vaak een gek. En dan gingen ze spelletjes spelen. Tenminste, dat ik bij hen gingen ze spelletjes spelen. Ja. En dan gebeurde van alles. Toen was het real life geweest. Ja. That's the one. Excited, baby. Yes. Zin in. Is het druk, hè? Film ook. We hebben een love seat, hè, baby? Oh ja? Nice. Nou, we zijn er, baby. This is the moment. Ik ben benieuwd. Sowieso eerst een gesprekje hebben. En aan de hand daarvan... gaan we geloof ik kijken of we alleen acupunctuur doen. Of ook iets met... met kruidenmiddeltjes. Let's go. Ik heb heel veel positieve verhalen gelezen, dus ik... Let's go. En ik wil ook even voelen, dat is het duidelijk, het verschil tussen boven en onder. Voel je het verschil in mijn hand? Hier, voel de temperatuur van mijn hand even waarnemen hier. En dan doe ik hem nu naar dit. Hij is hier veel warmer, voel je dat? Ja. Ja. Mijn hand is warmer, wat betekent dat jouw buik kouder is. Oké. Ja, dat betekent eigenlijk bevestiging voor het feit dat ik zei, er zit te veel in de bovenste helft en te weinig beneden. Als ik duw, zie je ook dat verschil. Dit voelt anders dan dit. Voel je dat ik hier minder diep kan duwen dan hier? Ja, dat geeft ook aan, er zit een blokkade in die bovenste helft. Kijk even naar die en naar die. Die een beetje, die alle twee niet. Ik begin even met lekker. Dit is ooit ontdekt door een Japanse professor, Manaka heet hij. Hij heeft een kliniek in Japan en hij kreeg op een gegeven moment allemaal mensen met brandwonden na die bom van Hiroshima. En omdat hij naast arts ook nog natuurkundige was, zei hij, het zou zo interessant zijn om te weten, als je nou gezonde huid met verbrande huid verbindt, herstelt het dan sneller. Dus dat heeft hij bedacht. En daar heeft hij middelen op gevonden om die verbinding aan te brengen. En ze kwamen inderdaad tot de ontdekking dat mensen waar die verbinding aangelegd was, de wonden sneller genazen en ook mooier werden. Toen zei hij, als we dat hiermee kunnen, kunnen we dat ook misschien op acupunctuur.nl. Dus toen zijn ze datzelfde principe ook op meridianen gaan toepassen. En daar is dit uit voortgekomen. Dus hij wordt niet zo heel... diep erin gepikt.
En ik voel onmiddellijk... Ik voel er ook gelijk een tinteling in mijn voeten. Ja, ja. Heel mooi. Ik prik een naald. Ik voel onmiddellijk je pols terug, omdat ik verbetering wil voelen. Dat moet onmiddellijk zijn, anders heeft het geen effect wat ik doe. Ik zet die tweede, die zet ik bij je voet. Dat is naar om het geprikt te krijgen. Viel die mee? Of, Ik heb eigenlijk wat tattoos. Ja. Dus ik haal de naalden eruit die ik nu gebruikt heb. En dan wil ik vragen dat je even zit, als het mag, want dan wil ik even op je rug klikken. En dan mag jij denken dat ik eerst daar wat vulling wil krijgen. Ja. Zo je Boeddha. Ja, je moet er even aan geloven. Overleef je? Ja. Ja. Ik las ook ervaringen van mensen die echt krom lagen van de pijn. Als ze acupunctuur deden? Ja. Ja. Die doen een andere vorm van acupunctuur. Je hebt echt verschil tussen Chinese en Japanse acupunctuur. Ik gebruik heel dunne naalden. Ik prik relatief wat oppervlakkig. Dat is meer Japans. Eigenlijk zou ik willen zeggen... ik denk iets anders dan zij. Je hebt op je elleboog heb je het verdrietpunt zitten. Dus op het moment dat je merkt dat je heel erg traant, zou je bij jezelf dat punt ook kunnen masseren. Dat punt zit op je elleboog en dat zit hier. Dus op het moment dat ik hem induw, kan het zijn dat je hem ook als pijnlijk ervaart. Het kan ook zijn dat je zegt, het valt me eigenlijk wel mee qua pijn. Ik ga even laten zien wat ik op je rug ga doen. Op dit acupunctuurpunt neer, maar dat ga ik op je rug doen tegen de naalden aan. En wat ik doe, ik steek hem aan. En met dat hij opbrandt naar beneden, geeft hij energie naar het punt weer. En vlak voordat ik op het punt kom, doof ik hem uit. Dat is wat ik doe. Alleen de naalden te zetten en het lichaam de energie te laten zoeken en er naartoe te brengen. Ik kies ervoor om op dit moment een klein beetje moxa tegen die naald aan te zetten. En dan neemt hij dat mee naar binnen toe. Wil ik in je oor plakken en aan je vragen of je dat 3 dagen wil laten zitten. Ja, vind je het goed? Ja. Ga ik er even overheen. Ik kan blijven plakken. Ja. En dan even. Ja. Ja. Ik begin niet precies op het punt, omdat ik eigenlijk ook altijd mooi vind dat je zelf ook even voelt van hé, daar gebeurt iets. Wat is dat voor raar? Ja. Ja. Nou zet ik het naaldje. Ik laat een afdrukje achter met dit apparaatje. En ik zet dat pleistertje er even in. Wat ik doe is dit. En dan staat er even een klein puntje, afdrukje blijft erachter, zodat ik weet waar ik het naaldje moet zetten. Dit ondersteunt... Hij zit er al. Oh. Ja. Het ondersteunt in de functie om je longmeridiaan sterker te maken. Ik ben elke dag aan het werk, dus als je mij overdag belt, zal ik hem niet aannemen. Dus stuur even... Hoe is je eerste indruk, baby? Ik voel me echt overrompeld met informatie en emoties en een beetje van alles aan elkaar. Ik ga niet heel overdreven emo lopen doen, maar ik vind het in ieder geval heel kenmerkend dat ze heel veel dingen zeg je dat? Relateren aan elkaar. Ja. Een longmeridiaan, dat meridiaan. Ja, longmeridiaan. Mijn longmeridiaan is heel erg zwak. Ja, en eigenlijk bijna alle dingen die je opnoemde, waarvan wij in eerste instantie denken van nou, dat is totaal
heeft niks met elkaar te maken. Want zij, ja, dat ligt ook daar. Ja. Dus eindelijk een keer iets wat ze zeggen van, goh, het is gerelateerd aan elkaar. Ja. Ja, en onder en boven disconnectie, zeg maar, dat vond ik ook wel frappant. Ja, maar goed dat we die sokken gekocht hebben. Ja, inderdaad, ja. Lieve vrouw ook. Ja, zeker. Gewoon normaal, gewoon absoluut. Aardig. Niet zweverig, gewoon. Ik ben er zeer content mee. Ja. En nu gaan we iets leuks doen. Even wat eten, denk ik. Hopelijk het begin van herstel. Ja. Toppie. Poppy. Yeah. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben dus... ja, zo. Ik ben René. En wij zijn... ziek. Oh. Nou, hij begon en toen ging ik het overnemen. En toen was ik weer beter. En toen ging hij het weer van mij overnemen. Je bent wel echt een liefde. Kus mij. Nou, poppy. Oh, echt wat een kutnacht. Nou, ik heb echt liggen draaien en moelen en ik heb gevoel links en rechts. Dus ik niet geslapen heb, gewoon. Echt. Ik kon bijna niet meer bewegen. Echt. Elk spiertje in mijn lichaam die deed zeer. Het straalde helemaal in mijn onderrug. Mijn hoofd. Nou ja, je hoort misschien nog dat ik nog steeds heel erg last van mijn longen, keel heb, maar... Ik kan me al iets meer bewegen weer. Jezus. Ik ben blij dat ik vrij ben vandaag. Ja, jij was wel vrij, ja. Ik niet, helaas. Ik dacht, ik voelde het gisteren al. Maar ik dacht, ja, nog één nachtje. Maar het was gisteravond echt ineens... Hè? Jij kwam thuis van werk. Nou, ik was echt niet meer zo gezellig. Ziek is ziek, hè. Dus dan gaan we maar een kipsoepje maken vandaag. Wel met pompoen. Ja. En van Marius, schat. Top Rosa. Oh ja, en René, gefeliciteerd met de kleine grote man. Ja, gefeliciteerd! 4 kilo. Fucking hell, respect. Holy ja, shit. Respect voor René. Nee, ja, dat Jane. Is zo'n baby kan produceren. Ja, dat is echt geweldig. Voor Jane gewoon. Jane? Ja, die moest een kind uitpoepen. Nee, dat ook. Mwah.